bijvoorbeeld deze. Mijn man is patiënt en heeft ervaring met overmatig koop- en gokgedrag. Op die momenten heeft hij overal lak aan en is zijn enige focus om bijvoorbeeld iets te kopen. Ik en ook de kinderen weten dat het met die medicatie te maken heeft, maar we voelen ook schaamte en vinden het lastig om erover te praten. Wat is het advies? Wat heel herkenbaar is in dit verhaal is een soort enorme focus. Hè? Dus op het moment dat mensen gedreven worden, je moet het ook echt zien als gedreven. Hè? Mensen worden opgestuwd om het te doen. En dan is het heel moeilijk om mensen uit die kracht te halen. Hè? Dus die enorme focus op van dit moet gebeuren. Dat is net met dat horloge, dat je echt gefocust bent om dat te doen. Heel moeilijk om dat los te maken. Ja. Ja, in zo'n geval zou ik toch op het moment dat het wat rustiger is, dus misschien niet op het moment zelf, maar gewoon als het weer wat rustiger komt, dezelfde avond of de volgende dag, gewoon even rustig gaan zitten en echt benoemen van joh, dit valt me op. Ja. Valt het jezelf ook op? Ik maak me er zorgen over, zullen we het erover hebben? Hè, dus het begint met het herkennen, maar het ook wel bespreken met elkaar. Ja. En dat kan je voorzichtig doen. En je kan beginnen bij jezelf. Het valt mij op. Wat vind je er zelf van? Hoe kijk je er zelf tegenaan? En op die manier een gesprek daar samen over hebben. Ja.